Straks zie je alles weer, dat is ook. Welkom bij het Adelsveldje. Vrijdag natuurlijk, de vrijdagbobbel. Dan gaan we praten met twee spelers. Niet de minste weer natuurlijk, vrienden van me. En misschien noemt eentje later zijn kind wel naar mij. Dat weet je nooit. Ik zit wel te poesen natuurlijk. We gaan eerst naar Fons. Kijk mee. Trainer, hallo. Sinterklaas is het land weer uit. Heb je nog wat gehad van Sinterklaas? Nou, mijn kinderen die zijn al wat ouder, Alberto. Dus ja. Wij vieren dat niet meer. Oh. En ik vond het wel altijd heel leuk om te doen. Ja, maar dus het enige cadeau wat we zouden krijgen, dat is zaterdagavond. Als we winnen. Als het aan mij ligt wel. Je weet, ik ben altijd bij die trainingen. Nou hebben we, van de week heb je, vind ik een beetje, heb je ze een beetje uitgeknepen. Je hebt ze lang laten trainen en dan 's middags in de gym ook nog en elke dag. Mopperen ze nu of niet? Nee, ik vind dit geen groep die veel moppert. Helemaal niet. Ik vind ook dat ze hard hebben gewerkt de hele week. En dat ook met een positief gevoel. Ja, de jongens willen ook heel graag morgen de wedstrijd winnen. Nou, dat zie ik ook de hele week terug. En ik heb ook het gevoel dat ze er klaar voor zijn. Dus wat dat betreft kijken we uit naar de wedstrijd van morgen. Ja, want ik hoor je ook bij die trainingen. Normaal ben je niet zo verbaal, zeg maar. En een hezen is meer verbaal, zeg maar. Maar nou hoorde ik al je assistenten ook. Iedereen hoorde ik verbaal tegen die spelers. Je hebt ook in groepen getraind. Aanval, verdediging, middenveld. Ze horen mij ook wel eens, kan ik je vertellen. Ja. Maar het is, Dirk heeft inderdaad wel dat volume. Ja. Nee, maar wij doen het altijd samen. En ik vind altijd dat elke trainer die bij ons op het veld staat, die moet enthousiast zijn. Ja. En die jongens aanmoedigen voor wat ze doen. En uiteindelijk moet natuurlijk ook heel veel uit de spelers zelf komen. Dus wat dat betreft, er is een wisselwerking. En de ene keer doet die trainer wat meer en de andere keer die. Maar ik vind wel, we hebben wel een staf met goede veldtrainers. Dus die moet je ook wel een rol geven. En die pakken ze ook en dat is goed. Dus we doen dat echt wel samen. En dat werkt tot nu toe, bij ons werkt dat goed. Okay. De trainersgroep, of die staf, daar zit veel dynamiek in. We hebben vaak discussies. En, een klik met elkaar hebben jullie. Ja, zeker. En dat maakt het werken bij ADO op zich al een feest. Ja. Alleen, je wil natuurlijk resultaat. Want die anderhalf jaar was perfect. Met alles erop en eraan. En dit jaar vind ik dat wat minder. En dan heb je ook automatisch is het wat minder bevredigend. En moet je er wat harder voor gaan nog met elkaar. Om diezelfde resultaten weer te krijgen. Ja, maar als je gaat kijken naar je team, is niet zoveel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Er zijn wat spelers veranderd, maar in principe de grote lijnen die staan er nog. En is het toch raar dat het ineens zo anders is? Ja. Verlies je dan ergens iets? Of is dat een spitsenvoeling? Of hoe heet dat Duits? Oh, dat ligt niet op. Jammer. Anders krijg ik wel vingerspitsen. Spitsengevoel. Hè? Vingerspitsen. Ja, nee, je was er even niet. Dat bedoelde ik. Nee, maar er zijn altijd redenen voor, weet je. Maar wat ik al zeg, dan zou je uitvoerig moeten gaan analyseren. Ik heb daar zelf wel een beeld bij natuurlijk. Waar ligt dat dan aan? Dat zijn vaak kleine dingen. Voor de buitenwacht niet eens altijd zichtbaar. Maar dan, kijk, als je dat gaat doen en je gaat over spelers praten, dan doe je automatisch andere spelers tekort. Dus daar beginnen we niet aan. Maar intern bespreken we dat uiteraard. Nou, laatste dan, want je wilt toch niks zeggen over de opstelling. Nou, heb ik van de week je op verschillende, drie verschillende manieren zien trainen. Kunnen wij misschien de opstelling dat een verrassing wordt? Nee, dat zal niet zo heel verrassend zijn. En wat we wel eens doen, we trainen ook wel eens iets natuurlijk. En dat wil helemaal niet zeggen dat we zo gaan spelen. Ik vind dat je als spelers moet je ook leren om andere speelwijzes te beheersen. Normaal gesproken spelen wij zelf altijd 4-3-3. Met drie spitsen en middenvelders die erbij mogen komen. Dus dat is allemaal niet zo spannend. Backs die initiatief mogen nemen. Dat hoort allemaal bij ADO. Ze moeten het gras opvreten, dat is één. Ze moeten strijden met elkaar, dat is twee. En daarbij kunnen we ook heel aardig voetballen. Nou, we hebben wel natuurlijk gekeken, wat doen tegenstanders tegen ons? Die kunnen ook met allerlei 5-3-2, 4-4-2. Ze gooien alles ook door elkaar.
Dus je moet overal rekening mee houden. Je moet voorbereid zijn. Maar je moet vooral je eigen ding doen. En kijken naar jezelf. Wat je goed kan, dat moet je morgen laten zien. En de dingen die je minder goed kan, die moet je verbloemen. Goed, dus we gaan morgen gaan we een cadeautje uitpakken. We gaan spelen voor de volle winst. Dankjewel, man. Goede wedstrijd. Yo, dan sta ik met Erik natuurlijk bewaard. Erik, ja, de Graafschap, maat. Jij als hoppa, heb je daar ook gespeeld? Nee, die mis ik nog. Dat is de enige nog. Nou ja, misschien, want hoe lang ben je hier nog? Tot 30 juni. Ah, oké, okay, dus volgend jaar bij de Graafschap. Nee, natuurlijk niet, maat. Ze gaan met je babbelen natuurlijk. Nou ja, ze willen je erbij halen, dat neem ik aan. Nee, dat weet je niet. De Graafschap, maat. Ja, lastig. En ik heb natuurlijk diverse trainingen gezien. Ook met jou in de spits. Ja. Met Juning in de spits. Ja. Nee zit in de spits. Ja, maar ja, je hoort de trainer net al. Hij wil de opstelling niet prijsgeven. Nee, logisch. Dat doe ik natuurlijk ook niet. Nee, maar ja, jij weet dat je speelt. Nee. Ik heb wel een ideetje, maar ja. Goed. Laten we gewoon wachten tot morgen. Ja. Waar moeten we vooruit kijken, maat? Want je hoorde ook de trainer in de persconferentie zeggen dat we vorig jaar liep het allemaal en nu is het wat anders. Waar moeten we voor uitkijken? We moeten nergens voor uitkijken. We moeten vooral gewoon lekker uitgaan van ons eigen spel. En de trainer zei net al zelf dat we waarschijnlijk weer 4-3-3 gaan spelen. Ja. Ligt ons wel beter? Ja, ik denk dat beter bij ons past dan het systeem tegen Ajax. Ja. Maar ja, we zullen het gewoon zelf moeten doen. En de Graafschap zit in een lastige periode. Wij zitten in een beetje een... Ja, ja, we hebben eigenlijk... Een beetje een wisselende periode. Daar hebben we gewonnen. Nee, exact. Laatste. Nou ja, dus tegen PEC was het prima. En wij moeten gewoon zorgen dat we net zo als tegen PEC gewoon alles ervoor doen. Alles geven. En dan... Maar daar gaan we het zien. Niet achterkomen. Want nu zijn we weer bij PEC ook weer. Twee keer moeten we terugkomen. Nou, het is sowieso niet handig om eerst achter te komen. Dat wil je niet. Dat wil je liever niet. Nee, maar, dat gebeurt. Kijk, dat willen we ook niet. Maar goed, het is ons vaak gebeurd. Het is dus een feit. Ik had het met de trainer er ook over. Jullie hebben van de week echt pittig moeten trainen. Merk je daar zelf wat van? Aan je lichaam of zo? Dat je s'avonds zegt van godsamme. Ja. Want als ik de hele dag op het steiger had gestaan, dan was ik ook geslacht. Ja. Nou, ik merkte deze week wel, en dat hebben we ook wel aangegeven, dat het wel een pittig weekje was. En, maar ja, je hebt het ook zelf gezien, je bent de hele week geweest, we hebben hard getraind. En, maar ik denk wel goed, ik vond het persoonlijk een van de beste weken qua trainingsweek. Ja. Maar goed, dat telt alleen als je dan een leuke wedstrijd natuurlijk op de mat legt. Maar ik vond het qua intensiviteit en qua spel een van de betere weken. Het leek ook wel of de... Kijk, de stoftrainingstof is altijd wel een beetje in grote lijnen hetzelfde. Ja. Maar ik vond het ook zo leuk dat het nou ook in groepen was. En zeg maar, daar stonden de verdedigers, daar stond de aanval te trainen, weet je wel. Want dan ken je ook je ding. Ja. Want het lijkt net voor onze supporters, die ballen komen soms van de zijkant niet aan of dit en dat in de wedstrijd. En dan denk ik, daar trainen wij natuurlijk wel op. En dat kan je natuurlijk in groepen trainen, maar dat kan je ook als aan groep helemaal aan groep trainen, zeg maar. Maar ja, nu hebben we wat specifieker getraind. En je ziet ook net die oefening met z'n drieën naar de goal. Ja. En dan juist op moment spelen, juist op moment elkaar die goal gunnen. Ik denk dat dat de belangrijkste vak is. Want kijk, we zijn allemaal mannetjes. En we willen allemaal dat mooie doelpunt maken. Maar ik zie van de week een paar keer, komt van de zijkant. En dan staat de spits echt vrij in het midden, maar dan toch nog zelf proberen te schieten. Nou ja, we doen ons best. Echt, iedereen doet doet zijn best. En het gaat er wel om, morgen is het teamverband heel belangrijk. Ja. En we zullen gewoon met z'n allen alles aan moeten doen. Oké, maat. Hoe was de Sinterklaas? Jij hebt wel kleintjes? Dit is letterlijk aan me voorbij gaan, Sinterklaas. Oh. Ik heb geen kleintjes, nee. Oh, je hebt geen kinderen? Nee, nog niet. Luister. Ik wil nog iets aan doen. Ja, maar je hebt wel een relatie, toch? Mm-hmm. Oh, maar ben je echt... je bent getrouwd, maar ben je echt zo van, ik wil geen kinderen? Helemaal niet, hoor. Nee, maar je bent er nog niet mee bezig? We zijn aan het oefenen nog, dat is al heel wat. Ik mag wel zeggen, ik ben nu 63, ik oefen nog steeds. Maar? Nee, weet je, dat gaan we allemaal zien in de toekomst. Ja. En dan, als het een jongen is, Alberto. Is toch een mooie naam? Alberto Valkenburg. Een mooie naam. Is het doen? Top, maat. Nee, goeie wedstrijd. Ja, je weet, ik ben gek op Tommy natuurlijk. Maar ja, Nick staat er tegenwoordig in. En ik vind Nick niet verkeerd doen, hè, maat. Het gaat toch lekker, lijkt mij. Ja, inderdaad. Zonder dat je tegen AZ net met 1-0 verliest. Ja. Ja. Goed, Ajax kan altijd gebeuren. Natuurlijk. En Zwolle win je. Dus nu is het aan ons vanmorgen.
Ja, ik zag je gaan, want je maakte hem. Ik had hem toevallig ook helemaal gefilmd. Ja? Alleen het moment je scoort hem en het moment dat je wegloopt, ben ik te traag. En dan zie ik je wel op een gegeven moment op je knieën zitten in die hoek. Hoe lekker is dat ook een soort bevrijding, maar dat je zo'n belangrijk goal maakt? Ja, ja, is lekker. Dat is natuurlijk. En vooral als hij zo belangrijk is, want Zwolle moet je winnen. Ja. Want je weet dat je de week daarna Ajax krijgt. En ja, het is gewoon super dat je dan, die goal kunt maken. En dan is het echt een ontlading. Ja, ook, ik zag ook je medespelers, die waren misschien nog wel blijer dan jij, voor jou. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, maar echt maar, zo zag het er wel uit, ja. Hoe blij ze waren dat het jou, dat jij het was die belangrijker maakte. Nee, ik heb echt super veel leuke reacties gekregen. Ja. En ja, dat, ook daar ben ik super blij mee natuurlijk. Ja. Jongens die het me gunnen ook. En, dus dat is dubbel zo mooi. Ja, maar dan zie ik op de training zie ik Tommy trainen als een... Als een gek ook, heel driftig. En, want ja, Tommy wil zijn plek terug natuurlijk. Voel je het geheig in je nek? Of denk je bij je eigen, nou, trainer is wel vrij standvast. Als het staat, dan staat het. Nou goed, het is alleen maar goed, denk ik, dat je concurrentie hebt in het team. Ja. Hè? Ik heb natuurlijk een heel jaar lang super hard gewerkt. En ja goed, dan uiteindelijk heb ik nu de kans gekregen. Ja. En nu is het aan mij om dat te blijven doen, om daar ook te blijven staan. Want het is niet zo dat je nu denkt van, nu blijf ik staan, dus nu hoef ik niks meer te doen. Nee, precies. Van, vorig jaar heb je wel eens, denk ik, een moment gehad van, godsamme, waarom ben ik hier naartoe gegaan? Of niet, maat? Nou, ik heb het altijd super naar mijn zin gehad, hoor. Dat wel. Het is alleen niet zo gegaan als ik had gewild. Het is een beetje met vallen en opstaan. Ja. Maar goed, dat is in elke carrière gebeurt dat wel, denk ik. Dus ja, en goed, en helaas was het bij mij het eerste jaar bij ADO. En ik hoop dat het nu... Ik weet zeker dat ik er nu achter me gelaten heb. Ja, precies. En nu gaan we verder. Oké, maat. De Graafschap. Ik had het met de trainer erover. De Graafschap. Ik hoop dat het een verlaat Sinterklaas cadeautje is dan. Ik hoop het ook. We moeten hem echt winnen. Eigen huis, volle bak. Wat denk jij? Ik denk dat we een hele goede kans maken om te winnen. En we moeten gewoon zorgen dat we weer een beetje ook vertrouwen terugkrijgen. Hè. Gewoon een keer een lekkere wedstrijd spelen. En, makkelijke wedstrijd. Goede wedstrijd spelen. Dat je goed ziet van we zijn echt beter. Ja, precies. Ja, dat zou een keer lekker zijn. Oké, maat. Nou, ik hoop dat het een waanzinnige pot wordt morgen. Niet te veel regen of wel regen voor jou? Van tevoren mag het even regenen en tijdens de wedstrijd niet. Nee. Oké, maat. Goeie wedstrijd. Nou, thanks. Onze Radiojournaal vrijdag babbel was in de vol. Morgen naar het stadion, hè? Ik heb gehoord, en het is echt een betrouwbare bron, er zijn nog kaarten. Kom dan. Wordt een feestje. En die kids die mogen na de wedstrijd veld op. Ja. Vind ik ook weer zoiets. Dan is het geloof ik 10:30. Dus die moet al lang in het bedje liggen. Maar goed. Dit was het Radiojournaal. Kijk volgende keer weer. Laters!